Yo mensen, Koen van DNPNL met vandaag een nieuwe video voor jullie. En vandaag ben ik hier met een pack opening. En pack opening van mij zijn een tijdje geleden. De reden daarvoor is, pack openings. Ja, dit jaar krijg je al zoveel packs doordat je weekendliga zo speelt. Ja, daardoor hoef je gewoon niet zoveel packs te openen. Dat is gewoon een beetje wat ik... Mijn mening. In ieder geval, we hebben echt lekkere Smeagol packies vandaag. Namelijk 57k packs en 10 500k packs. En we waren volgens mij ook nog Squadbone Challenge, maar dat weet ik niet zeker of die goed zijn. Dus even afvragen, Koen, nog ga je in de weekendliga? Het is op dit moment zaterdagochtend en ik ga 7 om 1. Ik ga proberen nog even 10 potjes spelen straks. Eigenlijk nog 12. Zo ik 20 heb. Ik verloor weer mijn eerste game. Hoe dan? Ik verloor gewoon opnieuw mijn eerste game. Helemaal niet blij mee. Maar ja, helaas dikke pindakaas. Maar hopelijk gaan we voor de 25-5. Want ja, dat was mijn doel. Elite 2 halen. Laten we maar het eerste packje openen. Vind je deze video nou leuk? En zeker een duimpje omhoog. 2 likes zou helemaal top zijn. Als je dat like, dan krijg je deze batterij. Nou, dat is echt uitstekend. Wie wil dat nou niet? We krijgen geen borden in de eerste 50k pack. Oh mijn god, wat slecht. Een zonzi. Ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Dan kan je beneden abonneer even. Blijf op de hoogte van nieuwe leuke video's. Echt janken. Discard, Jan. Dat is wel lekker voor je coins op zich. Wil je trouwens nog de goedkaarten kopen? Dat kan. Ga naar ikwantgoed.nl. Staat een linkje altijd in de beschrijving. Het is een website van Matty, van Raoul, van Rob en van mij. En weer geen borden. Wat een... Oh, wie is dit? De Hernandez. Je wordt er niet goed van. Wat een dramatisch pakketje weer. Ik had van mij net ook een Jetro Williams. Nu weer. Waar slaat dit op? Kom op. Geef me even één goeie. Kom op, man. We hebben een goeie. Weer geen walkout. Oh, mijn god. Wat zijn deze packs? Even serieus. Oh, we krijgen wel borden. Oké, dat is wel nice. Even wat goeds. Oh, Spaans. Ja, wordt er helemaal niks. Oh, Areola zeker. Oh. Oké, volgende. Kom op. We kunnen nog 4 van deze maken. Daarna hebben we nog wel flink wat andere packjes. Maar nog maar 4 van deze. We krijgen een walkout. Kom op. Geef me zo'n blauwe kaart. Geef me zo'n nieuwe Champions League kaart. Oh, ik heb een Champions League kaart. Duits. DM. Wie is dit? Farman. Lekker. Dit is lekker. 85 Farman. Oh, zieke kaart. Ziet er ziek nice uit. Ik heb geen idee wat die kaart precies betekent. UEFA Champions League rood naar de finale. Zonder. Ja, ziek groot. Zo heet het dus. UEFA Champions League weg naar de finale. Nou, niet dat Schalke ooit in de finale gaat komen. Volgens mij elke ronde dat ze dan verder komen, dan wordt hij hoger. Volgens mij, zoiets is het. Dat was sick. Oh, en een Inform. Wat een pack, joh. Hij is 35k waard of zo. Nou, helemaal prima. Die gaan we echt niet verkopen. Deze Inform, daar heb je echt geen reet aan. Die kan echt geen reet van. Maar, oh, Farman. Echt blij mee. Mijn vierde pack, joh. Hopen kunnen we er nog eentje packen. Oh, echt nice. Ook dat we gelijk niet een normale walkout hebben, maar zo. Dit is echt ziek nice. Nou, krijgen we wat. Oh, borden. Dat was geen walkout. Nee, dat was zeker geen walkout. Nederlands Van Dijk. Nee. Oh, Robben! Is dat geen walkout? Nee, die is natuurlijk te laag. Hij is te laag. 85 Robben is ook. Daar ben ik helemaal niet ontevreden mee. 85 Arjen Robben. Oh, die is helemaal niks waard. Oh, mijn god. 8k of zo. Dit is echt disrespect, man. Ik ga hem ook gewoon niet verkopen. Ik heb respect voor Robben. Robben, ik ga hem niet verkopen, jongen. Want ja, ik vind dat gewoon niet kunnen. Nou, dat vind ik gewoon niet kunnen. Oké, nog 2 van deze. 2 50k packs. En daar hebben we nog wat 25k packs, zoals jullie weten. Ah, geen walkout. Arme Robben, man. Ik vind het echt sneu. Ook echt weer borden. Lekker, maar ja, weer niet hoog. Ah, kakawa. Ja, dat is kakawa. Weer geen 1 walkout, maar 7 van die packs, ja. Ik weet niet. Is dat het waard? Ik denk het niet. We krijgen wel nog een Inform. Wills? Oh, Williams zeker. Ja, altijd die Williams. Oh, nee, niet. Chester. 81 rate Inform. Is allemaal niks. Oké, dan kunnen we ook weer discarden. We hebben nog die andere packs. Maar we hebben wel die Farman, daar ben ik wel blij mee. Eigenlijk is Veerman, hè. Als je het echt goed Duits uitspreekt. Geen borden 100%. Oh, ik krijg meteen borden. Eerst 50k packjes. Lekker. Servië. CM. Oh, maar... Nee, niet. Oh, Milinkovic-Savic. Oh, die zie ik goed. 85 reden. Lekker. Dit is gewoon legit mijn beste pack ook tot nu toe. Dat zegt ook wel wat over mijn geluk dit jaar. En Tolisso is ook lekker. Hoeveel is hij waard? 8k of zo? 8k. Prima, prima. Even een transferlijstje. Tolisso, hoeveel ben jij waard? Ja, echt een stuk minder dan ik gehoopt had. De rest, ja, dat is kut. Maar Milinkovic-Savic, ben ik helemaal niet ontevreden meer. Gewoon 2,85 is al gepakt in border packs. Dat is echt best wel goed, zeg maar, als geen walkout. Ik heb hem geskipt, want ik zag dat het geen walkout was. Kunnen alsnog wel border zijn, maar dat weet ik niet. Ik kom er nu achter. Kalegon, dat is zeker border geweest. 5k, na 4k. Ook niet slecht. Een leuk packje dit. Kom op. Volgende, geen wat goed. Weer geen walkout, weer geskipt. Doei. Ah! Weer geel. Oké, uitstekend. Pavard. Slecht, man. Geef me even wat goeds, jongen. Hoe kan je nou zulke slechte spelers geven? Even serieus. Kom op, EA. Give me something good. Give me something to juich. Ja, goud. Wel borden. Oké. Okay. En Inform. Oké, lekker. Pitchers. Ja. Oh, weer die gozer. Cliffy. Nou, wel iedere keer bij 10k. Dat is op zich wel lekker. Eigenlijk is dat best wel goed als je een PR pack van 10k. Maar je kan er gewoon moeilijk blij mee zijn. Want je gewoon wat hoopt hè, als je Inform krijgt. Al kan het ook niet zo goed zijn. Dat is ook zomaar. Want ja, dan moet het een 84 plus zijn. Ja, dan kan je natuurlijk alsnog. Zoals jullie mijn rewards gisteren hadden gezien, kan het alsnog echt scheid zijn. Hé, hey, Graziano Pelle leeft ook nog. Piszczek, niks waard. Gaia, nog minder waard dan niks. Oké. Okay. Het is trouwens even vervelend dat het daar linksboven geglitst is, dat het over elkaar heen staat. Denk je toch van, als je één pack zelf opent, dan zien ze ook dat dat geglitst is. Lijkt mij, hè. Maar misschien denk ik daar weer veel te makkelijk over. Dat kan natuurlijk ook. Nou, weer geen borden, man. En dan maar 2 van deze. Dan hebben we voor de rest nog wel wat normale packies, maar ja. Ja, jammer. Geen 1 walkout in deze, al deze packs. What the fuck? Wel weer een bordje. Brazilië. Spits, Jonas. Nee.
Willian Hothe. Volgens mij is er nog een scrabbing chest waarmee je van twee van die Champions League kaarten kan krijgen. Maar ja, volgens mij is dat wel leuk. Maar volgens mij is dat niet heel goed. Ja, we hebben dit. Een goud spelerspakket. Maak Amok. Ik weet niet wat Amok betekent. Voor mij problemen. Zorg voor problemen. 1 Bundesliga speler 1. Minimaal 1. Bij dezelfde competitie. Max 6. Nou, gaan we hier even allemaal Bundesliga doen. Echt, die squadbound chairs zijn zo makkelijk. Dat is echt niet normaal. Oh. Timo Horn speelt in de tweede Bundesliga. What the fuck? Waarom is Hatenboer rechtsmidden? Dat is toch een rechtsback? Ben ik nog gek? Speelt die speler zeker met 5 verdedigers. Nou, maar nu krijg je alleen 2 gewone. Kan je dan geen goede krijgen? Krijg je dan alleen 2 non-rares? Oh, we krijgen nou 2 packs. Huh? Huh? Is dit een glitch of zo? Ik krijg 2 van die packs. Ik weet niet wat normaal is. 2 gewone Champions League spelers. Nou ja, dus dat kan geen wildcard zijn dan. Dat moet dan een slechte zijn. Dan heb ik geen borden. Wie is dit? Zivkovic. Zijn ze tradable? Ja, oké. Okay. Ja, dat is niks waard verder, maar... Aululu. Aululu. Ik bewaar die kaart. Die kan je ook weer nodig hebben voor een andere squadbound chest. Als ik het goed heb, hè. Ik heb trouwens nu wel 300k. Dat is wel lekker. Ik kan bijna wel weer een upgrade doen. Trouwens, nu wat ze zeggen. Oeh, Renato Sanchez. Nou, dat is 3k, oké, niet heel veel. Nu ik het zeg, ik kan bijna voor mij die Ivo Suarez halen. Maar ja, daar kijk ik later wel naar. Eerst ga ik even kijken hoe... Ah, de klote... Oké, ik heb geen idee wat is. Ik heb nu dus 15.000 4 points, maar ik ga even wachten tot 7 uur. En dan ga ik even de andere packs openen in de hoop dat daar wat goeds tussen zit. Maar ja, om nou nu die 5,5k, die 7,5k, daar word ik gewoon echt niet vrolijk van. Oké, normaal is Suarez 350k. En die vorm is 900. You what? Oké, minder, 700. 350 plus 300 is 650. Hey, goed man. Oh ja, maar ik weet nog dat ze... Oh ja, ik weet nog waarom ik hem niet kocht. Die Eform is helemaal niks beter. Dat stoer echt nergens op. Die Eform heeft overal maar 1 stat hoger of zo dan zijn normale kaart. Dat slaat nergens op. Dat gaan we niet doen. Daar gaan we niet voor. Wat kan ik upgraden? Petit doet de laatste tijd echt goed. Dus ja, lastig. Oké, mensen, ik zie jullie zo bij de volgende pack. Oké, mensen, daar ben ik weer. En we gaan nu deze packs nog even openen. Hopelijk gaan we even wat goeds krijgen. Even kijken wat de kans op een UCL weg naar de finale speler is 1,8%. Niet heel groot. Maar laten we maar gaan openen. We hebben 5 van deze en 8 van deze. En hier is de kans op zo'n speler 1,7. Wel minder kan. Oh, deze zijn gewoon slechter. Oké, dan beginnen we met deze. Ik snap het ook niet, hè. Hier is dan 600 van die viewpoints en die kost meer coins. Ja, oké. Maar eerst deze met 8 van die en dan 5 van die andere. Laten we hopen dat we nog even minimaal 1 walkoutje krijgen. In de eerste zit geen walkout. Ik ben genaaid. Ja, en janken. Hopelijk packen jullie wel wat beter. Dat zou ik wel fijn vinden voor jullie. Ja, dit is natuurlijk echt heel erg slecht. Nou, op zich zijn dit wel lekker. Dit zijn op zich wel lekkere packies. Dus ja, het kan op zich zomaar. Je weet het niet. Laten we maar hopen dat we even... Ah, weer geen walkout. Baal ik van. Wel borden? Nee, is het nou walkout? Zeker niet. Deze packs. Dan heb je er al 4 geopend. Dit is de 4e. Ja, dan heb je gewoon helemaal niks. Ja, Danny Alves is 2000 munten, ja. Word ik persoonlijk niet heel blij van. Misschien jullie wel, maar ik toch niet heel erg. Give me something good. Ja, een walkout, kom op. Geef me zo'n leuk kaartje. Nee, dit is goud. Dit is geen paars. Oké, gouden walkout is ook niet slecht. Servies. CV, ik heb een Matic. Really? Matic. Oh, Matic. Ja, die is echt 5k of zo. Oh, dit meen je toch niet? Nou, hij is niet 5k. Oké, hij was wel heel erg overdreven. Hij is 20.000 munten of zo. Hij is niet slecht. Is, ja, best wel lekker trouwens. Ja, ik ben gewoon tevreden met het pick. Zeker niet slecht. Gewoon prima. Helemaal niks mis mee. Maar ja, krijg je eindelijk een walkout. Denk je van blij, weet je wel. Juichen. Yeah, yeah, yeah. Is het Matic? Ja, dat is dan toch wel balen. Een walkout achterna? Nee, helaas. Pindakaas. Maar een goede pack moet nog komen. De 35k packs. Die ben ik altijd wel fan van. Dat vind ik altijd wel lekkere packies. Want deze zijn echt matig deze. Maar 2 van deze. En hebben we er alweer 8 geopend. Jongens. Dat gaat het hard. Weer geen walkout. Oh, ik skip ze ook gewoon. Maar ja, niemand wil die niet walkout pack zien. Als we even heel eerlijk zijn, dat wil niemand zien. Ja. Ja, dan denk je van, wat moet je mee? Ja, niks. De wereld is mooi. Zeker als ik een walk-out pack. Geef mij een walk... Ah, weer een walk-out. Ah, klote. Ja, niks. Oké, jammer. Deze packs waren, ja, matig. Ja, als je maar 1 walk-out pack is dat niet goed. Laat nu deze maar even doen. We hopen dat er nog wel even een lekker goed spelertje in zit. Ah, nee. Geen walk-out ook. Misschien wel een bord. Ja, wel borden. Oké, misschien wat goed. Nederlands. Robben. Oh, Dost. Oh, Dost. Bas, Dost. Gaat wel mijn club store, want ja, die... Ik moet zeggen, die squad fitness kaart vind ik toch wel heel erg lekker. Dat is echt chill. Die dingen zijn fucking duur. Ze zijn 1400 coins of zo. Waar gaat het over? Mijn lamp gaat trouwens bijna uitvallen. Ik zie het weer. Shit. Maar ja, ik heb ook niet zoveel packs om te openen. Deze packs zijn slecht. Give me something good. Oh yeah. Kippa. Is helemaal niks waard. En ik stort wel even in mijn club. Dat is ook wel chill om een keer wat space in je club. Ah, 4 squadbootjes. Ja, dat is lekker. 4 kaartjes. 4 fitnesskaartjes. Ja. Wil je trouwens gratis coins verdienen? Open dan. Of koop fitnesskaartjes. Op donderdag. Na de weekly rewards. Koop ze gewoon. Voor 1k. En zet ze gewoon tijdens weekelijk erop voor 1,5k. En iedereen koopt ze gewoon. Het is echt ongekend. Ik wil die fitnesskaart in mijn club natuurlijk. Geen 1 fitnesskaart. Oh my god. Wat een drama. Jezus. Wat slecht. Nu de laatste.
Oh nee, nog twee. Oké, nog twee. Hoop ik haal mijn lamp het vol. Mensen, ik vind het nu spannend op mijn lamp. Ja, ik krijg een walkout. Kom op. Lamp niet uitvallen, zodat ik mijn walkout krijg. Ah, het is goud. Het is geen bijzondere. Oh, ik krijg een inform walkout. Portugees? Sentiment. Oh, gauw Mario. Oké, dat is niet slecht. Oké, die is best lekker. Ja, ik denk niet dat hij iets waard is. Zo, ja, ik denk 20k. Zeg. Ik denk niet dat het veel meer zou zijn dan 20k. Want hij is niet heel goed. Eens even kijken. Ja. Nee. Ja, 20k denk ik. Nou, op zich wel lekker. 84 in vorm is natuurlijk helemaal niet slecht. Die gaan we even bewaren voor de squadbone challenge komen. Net als deze Gimenez. En weer 1-1 squad fitness. Oké, 3 walkouts is wel lekker. 3 walkouts en 1 pack opening is zeker niet verkeerd. En laten we nu maar naar het laatste packje gaan. Kom op, geef me wat goeds. Geef me even wat goeds. Jongen, even een walkoutje. Ah, baal ik van, jongens. Vind ik jammer dit. Ik ben teleurgesteld in jullie. Mensen, ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. We krijgen het allerlaatste pack. Krijgen we... ja, Kampel. Kampel. Ik hoop dat je deze video leuk vond. Vind je deze video leuk? Vergeet deze video dan zeker niet te liken. Ben je niet op mij geabonneerd? Doe het dan zeker. Wil je nog meer van mij zien? Kan hier of hier. Wil je mij abonneren? Kan ook klikken hier. En dan zie ik je weer bij de volgende video. Waarin ik Elite 2 ga halen. 25 deze week. Ik voel het. Mensen, ik hoop dat je deze video leuk vond. Als je het like, vergeet me niet de volgende keer. En ik zeg doei. Later.